Ja, Andries Griffroy van de N-VA is komen aanschuiven. Meneer Griffroy, welkom. Ja, u had vragen over de compensaties die tegenover een CO2-tax staan. Ja, het is duidelijk welke factuur gaat stijgen, ja, CO2-tax, maar niet welke gaan dalen. U bent er niet gerust in? Ik ben er niet gerust in, omdat het totaalplaatje er nog niet ligt. Men heeft dus heel gedetailleerd berekend op wat men zou kunnen een tax heffen, hè, zoals benzine, dieselgas enzovoort. Maar men heeft het niet berekend langs de compensatiekant. Nu, ook het VBO en Unizo zeggen, ja, eigenlijk vinden we dat wel goed. Hè, dat moet dan, we moeten dat doen, er is een draagvlak voor. Maar ze zeggen ook er tegelijkertijd bij, maar we willen wel dat dit geld gebruikt wordt om de energietransitie te betalen. Ze zeggen er niet bij, maar ik denk ook dat ze bedoelen om de loonkosten te verlagen, want dat is ook een taxje. Zij zeggen het niet, maar u had het wel verwacht van de federale administratie, dat antwoord. Ja. Ja. En u vraagt het dan vandaag aan minister Tomlijn, die in de Vlaamse regering bevoegd is voor energie. Vond u zijn antwoord concreet genoeg? Ik citeer hem. We kunnen denken aan een lagere btw voor zonnepanelen. Is eigenlijk ook federaal. We zouden zwakkeren in de samenleving kunnen helpen. De heffing teruggeven aan de gezinnen. Heel concreet is dat toch niet, hè? Nee, en dat is ook omdat hij nog te veel zijn shift bekijkt in het energiegebeuren zelf. En we moeten dat veel breder bekijken. En waaraan denkt u zelf? Wel, inderdaad, bijvoorbeeld op loonkost. Ja? Als we spreken over de vervuiler betaald, iemand die gaat gaan werken, is niet noodzakelijk de vervuiler. Dus die moet niet noodzakelijk daarvoor meer betalen of meer kosten voor het bedrijf. En waarom dat ook belangrijk is, omdat bijvoorbeeld, stel dat u inderdaad, en dat is dat Tomlijn ook zegt, ik ga een aantal kosten wegnemen bij elektriciteit en bijvoorbeeld breng daar gas of mazoet enzovoort, dan gaat de elektriciteitsprijs inderdaad dalen. Dus mensen die een warmtepomp zouden kopen, voor hen zal dat interessant zijn. Maar diezelfde mensen die dan, of anderen die dan zonnepanelen plaatsen, dan wordt plots hun rendement zoveel slechter, omdat de vermeden kosten ook zoveel lager worden. Zouden alle inspanningen van de afgelopen jaren om die zonnepanelen opnieuw populair te maken, die niet doen? Ik heb geen concrete cijfers, maar dat risico loop je wel. Dus in andere woorden, je moet dus breder kijken dan enkel maar een shift in de energiesector. Je moet een shift bekijken over het totale plaatje. Ja, en daarom kosten kunnen daarbij zijn, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Ja. En er zijn er wel in Vlaanderen al een aantal zaken gebeurd. Bijvoorbeeld als we spreken over de verkeersbelasting, bijvoorbeeld als we spreken over de registratie van de woning, dat je 1% mindering krijgt, enzovoort, enzovoort. Maar waar ik een beetje mijn hart voor vasthoud, en dat was ook mijn opmerking op het laatste, ja, Margin met haar federale administratie is bezig. Nu heeft minister Tomlijn gezegd, ik zal nu ook een Vlaamse studie bestellen. Maar er is nog geen samenwerking geweest tussen zijn administratie. Hij heeft gezegd, er is wel samenwerking op vlak voor het energiepact bijvoorbeeld. Ja, maar niet voor het bepalen hier voor die CO2-tax of die CO2-shift bijvoorbeeld. Daar is er geen samenwerking over geweest. En dan ga je straks iets hebben, net zoals we zien in de verpakkingsindustrie. Daar wordt 326 miljoen euro per jaar geïnd. Federaal. Federaal. Maar waar zit het probleem waar het moet opgelost worden? Die zit vooral op gewestelijk en lokaal niveau, zwerfvuil enzovoort. En dat blijft daar gewoon federaal zitten. Dus straks gaan we ook een CO2-tax zien. Benzine, diesel, gasprijzen. Enfin, dat is uw vrees. Maar goed, niks zegt dat er geen overeenkomst kan worden gesloten met de gemeente. Dat is iets anders, maar het is ook daarom, omdat dat mijn vrees is, dat ik nu de vinger op de wonden moet leggen en de hoop dat het nog in de goede richting kan uitgaan. Ja. Nu, een CO2-tax zou tegen 2030 2,6 miljard euro kunnen opleveren, kunnen we lezen. Daarmee kan je natuurlijk al iets doen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Daarmee kun je inderdaad een aantal zaken doen rond energietransitie. Kun je bijvoorbeeld versneld sociale woningen gaan renoveren. Maar je ziet altijd de discrepantie tussen het wordt een inning die vooral op federaal niveau zal gebeuren, maar de inspanningen moeten gebeuren op het gewestelijk niveau. Als ik spreek over sociale woningen, zit ik op een gewestelijk niveau. Als ik meer wil daarmee doen rond groene warmte, zit ik op gewestelijk niveau. Als ik bijvoorbeeld iets wil doen rond energiearmoede daarmee, zit ik op gewestelijk niveau. Ja. Dus met andere woorden, het is een pleidooi om hier toch op zijn minst rond de tafel te gaan zitten. Ja. Nog één vraag. Een krant schrijft dat uw partij, de N-VA, aan een voorstel werkt in verband met de CO2-tax, een voorstel dat in het verkiezingsprogramma van de N-VA zou opduiken. Klopt dat? Dat klopt, ja. Want wij beseffen ook dat er inderdaad een shift moet gebeuren van de vervuiler betaald naar een ander systeem. Het is niet normaal dat je het geheel jaar door nog een kiwi kunt eten. Een kiwi die komt vanuit Australië. Vroeger, als ik jong was, kon ik niet alle dagen een kiwi eten. Enkel maar in heel bepaalde periodes. Ja, we hadden seizoensgebonden.
Voilà. En dus wij gaan effectief werken aan een programmapunt in ons programma, maar we weten dat in de volgende regering wordt dat zeker op tafel gelegd. Bedankt voor een kleine toelichting over dat programma en bedankt voor uw komst naar onze studio. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag nog een aantal andere vragen gesteld. Die kan u vanaf 18 uur nu zaterdag bekijken. Vragen onder meer over de niet-erkenning van de Wereldoorlog 1 herdenkingsmonumenten en de kolonies van Merksplas en Wortel als werelderfgoed. Tot een volgende keer. Dag.